elektriciteit en magnetisme en elektromagnetische inductie en inductiespanning. Vorige keer hebben we dat, die introductie gehad van dat wat merkwaardige begrip flux. Hoofdletter phi en dat was gelijk aan de normale component van het magneetveld keer de oppervlakte. En ik heb gezegd, op zich was dat niet zo'n interessant begrip, maar je had het nodig om iets anders te kunnen begrijpen. En daar gaat het nu over. Want wat is nou het punt? Op zich is de flux zelf niet zo'n hele interessante grootheid voor dit onderwerp. Waar het om gaat is, als de flux gaat veranderen. Dat is het grote verschil, dat is het grote punt. Als die flux niet constant is, met andere woorden, als je kunt spreken van een verandering van de flux, delta phi gedeeld door delta t, dan gebeuren er interessante dingen. Dus op zich, die flux is gewoon, als je een magneetveld door een oppervlak doet, en er verandert verder niks, dan gebeurt er ook niks. Er gebeurt pas wat, wanneer dat oppervlak bijvoorbeeld kleiner wordt. Als je oppervlak kleiner wordt, dan gaat er iets gebeuren. Dan is er sprake van een fluxverandering. Als dit kleiner wordt in de tijd, wordt die dus ook kleiner, dan is er sprake van een fluxverandering. Als het magneetveld verandert, dan heb je ook te maken met een fluxverandering. Fluxverandering. Dat wordt een... Ga ik even opschrijven dat woord. Want dat is waar het om gaat. En hebben we het bijvoorbeeld over een spoel. Trek je een bewust schijf. Een spoel. In een magneetveld. En als ik daar een magneet in de buurt breng. Die breng ik in de buurt van die spoel. Dan betekent het dat ter plekke van die spoel. Hè, en de A is dan meestal de oppervlakte. Dat is deze oppervlakte van de spoel. Hè, als je er van de zijkant tegenaan kijkt. Dat is dan die A. Als ik een magneet erbij breng. Dan zal dus de flux. Hè, de flux is de normale component van meestal keer de oppervlakte. De flux in die spoel zal gaan veranderen. En natuurlijk, ik heb niet één oppervlak. Ik heb 1, 2, 3, 4 oppervlakken. Want ik heb 4 windingen. Zie je, die aantal windingen van die spoel zit daar natuurlijk ook in. Hoe meer windingen, hoe meer keer ik dat oppervlak heb. Dus wat gebeurt als die magneet erbij komt? Dan verandert dus. Het oppervlak verandert niet, want het blijft hetzelfde. Maar die B gaat wel veranderen. Die normale component van het magneetveld gaat veranderen, want die gaat namelijk groter worden. Het magneetveld komt namelijk dichterbij, wordt sterker. En dan gebeurt er wat. Als jij dus de flux van binnen zo'n spoel laat veranderen, wat er dan gaat gebeuren is, dan gaat hier stroom lopen. En ben je dus eigenlijk, je bent dan spanning aan het opwekken. Je bent, als je een gesloten stroomkring hebt, hè, als ik er bijvoorbeeld een ampèremetertje tussen zet, een milliampèremetertje, dan ga ik stromen meten. En dat is zo bijzonder. Dus met fluxverandering leidt tot stroom. Het lijkt eerst dan tot spanning. En als ik een gesloten stroomkring heb, leidt het ook tot stroom. En die is dan afhankelijk, die is evenredig met het aantal windingen. En dus hoe groter het aantal windingen, hoe groter de stroom die je uiteindelijk gaat krijgen. Oké, je hoeft hier niet heel veel aan te kunnen rekenen. Je moet hier vooral dingen aan kunnen begrijpen. Daarom gaan we even naar een applet toe om daar wat mee te spelen. Oké, we hebben dus gezien, als je fluxverandering krijgt, dan krijg je een inductiespanning. En als je een gesloten stroomkring hebt, krijg je ook een inductiestroom. Nou, even om dat te illustreren. Ik heb hier een spoel met 2 windingen. Ik kan er ook 3 van maken. En je ziet, dit zijn weer dezelfde fat applets. Hè? Fat, dus dat kun je altijd terugvinden als je wilt. Oké, ik heb daar een lampje op aangesloten, dus ik heb een gesloten stroomkring. Nou, is er op dit moment sprake van een magnetische flux door deze spoel? Antwoord is natuurlijk ja, want er is sprake van een oppervlakte. He, die spoel heeft een oppervlak in vierkante meter. En er is sprake van een magneetveld. En er is zelfs ook een loodrechte component van het magneetveld. Dus er is inderdaad sprake van een flux. Maar waarom brandt die lamp dan niet? Omdat er geen fluxverandering is. Je moet een fluxverandering krijgen. Nou, hoe kan ik die in dit geval maken? Die kan ik op 2 manieren doen. Ja, ik kan bijvoorbeeld die magneet gaan verplaatsen. Kijk, dan gebeurt er dit. Als ik die magneet ga verplaatsen, dan zie je, als ik er naartoe ga, gaan die elektronen naar beneden. Als ik er terug ga, gaan de elektronen weer omhoog. Dus de spoel reageert verschillend op verschillende bewegingen. Wat gebeurt als ik de beweging sneller maak?
gaat de lamp feller branden. Dat betekent, hoe sneller de beweging, hoe feller de lamp gaat branden. En dat is logisch, want hoe sneller de beweging, hoe kleiner de delta T, hoe sneller de fluxverandering, hoe sneller de fluxverandering en hoe groter dus de inductiespanning. Als je ziet ook, als ik er doorheen ga, gaan de elektronen eerst de ene kant op en daarna de andere kant op. En dan terug gaan weer, ene kant op, andere kant op. Dus met andere woorden, de richting van de stroom hangt af van welke pool op dat moment de spoel inkomt. Nou, dat zijn van die algemene dingen waar je dus, en je hoeft het niet precies te kunnen beredeneren, je moet alleen weten dat die verschillen er zijn. Je hoeft niet te kunnen beredeneren welke richting die dan opgaat. Je moet alleen weten, als ik de Noordpool er eerst inbreng, gaat die ene kant op. Als ik de Zuidpool er eerst inbreng, gaat die andere kant op. Ja, dus dat, en de richting, heeft, als ik de Noordpool er naartoe breng, gaat die anders dan wanneer ik hem eraf breng. Dus dat soort dingen moet je weten. Nou, als ik op deze manier elektriciteit wil opwekken, kan ik nu dit gaan doen. Ja, ik kan voortdurend mijn magneet heen en weer bewegen, of er helemaal doorheen, weet je niet. Hè? Want hoe groter de fluxverandering, hoe groter de inductiespanning. Gaan we daar nog op terugkomen. Op die manier kan ik natuurlijk een elektriciteitscentrale gaan bouwen. Maar het is niet zo heel praktisch. Daarom is dit een handige manier. Een andere manier om dit te doen, om dit praktisch te maken, is het werken met een dynamo. Dynamo, die kende je vroeger, zaten op fietsen. Tegenwoordig zitten ze soms in fietsennaven nog wel, maar vaak zie je tegenwoordig alleen maar lampjes op batterijen. Maar vroeger was dit een zeer veel gebruikte mechanisme. En bovendien, in alle elektriciteitscentrales wordt op deze manier elektriciteit opgewekt. Dus verder gezien, als ik voortdurend de magneet kan laten bewegen, dan ga ik hier een voortdurende spanning krijgen. Let op, voortdurend, niet helemaal, want hij gaat natuurlijk steeds heen en weer, hij gaat steeds heen en terug. Maar goed, wat ik dus kan doen, is ik heb hier de magneet. Ik kan even het veld aanzetten. Dan zie ik mijn veld hier staan, mijn magnetische veld. Is er sprake van een flux? Ja, er is sprake van een flux, want er is een oppervlakte en er is een magneetveld. En de loodrechte component van het magneetveld. Dus er is een flux. Is er fluxverandering? Nee, want de boel staat stil. En ik heb dus ook geen licht. Nou, ik kan natuurlijk, dit wiel, dat kon ik ooit geloof ik draaien, maar dat kan niet meer. Dus dit wiel kan ik laten draaien door hier water op te laten vallen. Kijk, dan krijg je dus dit. Wat zie je? Die kompasjes draaien voortdurend om, maar het magneetveld verandert dus voortdurend van richting hier. En je ziet ook die elektronen veranderen voortdurend van bewegingsrichting. Er is voortdurend een veranderend magneetveld. Het magneetveld verandert bijna voortdurend, maar het gaat steeds heen en weer. Dus je kunt geen gelijkspanning opwekken op deze manier. Want je moet steeds heen en weer gaan. Je kunt niet steeds één kant op blijven gaan, want het houdt op een gegeven moment de verandering op. Dus je moet steeds heen en weer gaan. En je ziet ook hoe sneller ik heen en weer ga, hoe harder die lamp gaat branden, hoe groter die inductiespanning, en dus ook de inductiestroom als ik een gesloten stroomkring heb, gaat worden. Als ik het aantal lussen verminder, wordt de spanning kleiner. Hè? Want tenslotte moet ik het oppervlak dan met het aantal lussen vermenigvuldigen. Ja, dus dit is wat je hier ziet. Dus op deze manier worden in alle elektriciteitscentrales ter wereld, wordt uiteindelijk de spanning, en met de gesloten stroomkring ook de stroom, opgewekt. Tot zover een stukje van inductie. Laatste stukje op het bord om het af te sluiten. Oké, ter afsluiting. Wat hebben we gezien in de applet? Als jij een magneet in de buurt van een spoel brengt, dan verandert de magnetische flux ter plekke van die spoel. En dat betekent dat die spoel een fluxverandering te verwerken krijgt. En als een spoel geconfronteerd wordt met een fluxverandering, dan gaat die spoel een spanning opwekken. En als je een gesloten stroomkring hebt, krijg je dus ook een stroom. Ja? Oké. Hoe kunnen we dat? Het is op zich een heel merkwaardig verschijnsel, hè? Maar zo werken dus, zo wordt op deze manier, wordt dus in elektriciteitscentrales, wordt elektriciteit opgewekt. De elektriciteit die uit jouw stopcontact komt, hè, de spanning die erop staat, wordt opgewekt op deze manier, door met een hele grote magneet en een hele grote spoel een fluxverandering te creëren. Nou, wat we nog willen weten is, van hoe kan ik die fluxverandering, hoe kan ik die spanning nou maximaal krijgen? Nou, daar hoort de volgende formule bij. Die inductiespanning, uw inductie, die zou je kunnen schrijven als N keer delta phi gedeeld door delta T. Deze formule hoort niet officieel meer tot de stof, maar het is wel verdraaid handig om te kunnen kijken hoe het allemaal werkt. Wat er gebeurd is, dus als ik een hoge inductiespanning wil hebben. Ja, dus stel je voor, ik heb hier mijn spoel. En ik ga hier
Nou, laat ik zeggen dat ik een stroommeter tussen zet. Want ik maak een gesloten stroomkring. En als ik dus spanning heb, krijg ik ook stroom. Hè? Want dan gaan die elektronen lopen. Nou, ik heb hier het oppervlak van één winding. Maar ik heb natuurlijk 1, 2, 3, 4 windingen. Dus dat moet ik natuurlijk 4 keer nemen. Ja? Dat zit daar, het aantal windingen. Aantal windingen, dat zit daar. Oké. Hoe kan ik nu die inductiespanning zo hoog mogelijk krijgen? Nou, om te beginnen, wat ik kan doen natuurlijk is, ik kan het aantal windingen verhogen. Hè? Als ik een spoel met meer windingen maak, dan betekent gewoon dat deze N gaat omhoog. En dat betekent dat ik meer inductiespanning krijg. Wat ik ook kan doen is, ik kan delta phi gedeeld door delta t groot zien te krijgen. Op één manier kan ik dat heel makkelijk doen. Door heel snel te bewegen. Want door mijn delta t namelijk klein, hè, de verandering is snel, mijn delta t wordt klein. Dat wil zeggen dat dit ding groot wordt en dat mijn inductiespanning ook groot wordt. Derde ding wat ik kan doen is, ik kan delta phi groot maken. En wat was delta phi ook alweer? Dat betekent de verandering in Bn keer A. Nou, het oppervlak, daar kan ik niet zoveel in veranderen. Dat is gewoon wat het is. Die spoel heeft een bepaald oppervlak. Ik zou de spoel groter kunnen maken. Hè? Ik zou een grotere spoel kunnen pakken. En dan krijg ik uiteindelijk ook een hogere inductiespanning. Als ik een grotere spoel krijg, waar allemaal dezelfde magneetveld op werkt, dan krijg ik uiteindelijk ook een grotere inductiespanning. Wat je ook nog kunt doen natuurlijk, je kunt het magneetveld groter maken. De verandering in magneetveld groter. Dus met andere woorden, je kunt met een veel sterkere magneet werken. Dat leidt uiteindelijk ook tot een hogere inductiespanning. Dus dat zijn de dingen. Je kunt of het aantal windingen verhogen, of je kunt het magneetveld vergroten, of je kunt het oppervlak vergroten, of je kunt de tijd verkleinen. Dat zijn de manieren om een hoge inductiespanning op te wekken. Dus wat staat er in een elektriciteitscentrale? Daar staat een hele grote spoel met veel windingen, in een heel sterk magneetveld, wat heel snel verandert. Dan krijg je dus een zo hoog mogelijke inductiespanning.